De Luxemburgse bondscoach Luke Holtz vindt dat het Nederlands elftal terecht onder Zweden staat in groep A van de WK-kwalificatie. We hebben tegen beide landen gespeeld en Zweden is stabieler. Dat is toch een belangrijke kwaliteit? Aldus Holtz vrijdag op een persconferentie in de Friens Arena waar onder andere zes aanwezig was. Luxemburg kan het Nederland zelfde al zaterdag helpen door niet te verliezen van Zweden. In dat geval heeft Oranje Zegers op Wit-Rusland en Zweden genoeg voor plaatsing voor de playoffs om WK-kwalificatie en hoeft het niet te denken aan het Doosaldo. Holtz is niet van plan om heel verdedigend te gaan spelen met zijn ploeg in Stockholm, je kunt zeggen. We gaan de hoge bal hanteren en 90 minuten verdedigen, maar wat dan? Zo'n bal kreeg je dan snel weer terug en met alleen maar tegenhouden win je niks. Luxemburg, nummer 5 in poelen A, zorgde in de vorige speelronde voor een stunt door Frankrijk een eigen huis op 0-0 te houden. Dat resultaat is volgens Scholz geen garantie dat zijn elftal nu weer een nederlaag kan voorkomen. Zweden en Frankrijk zijn niet met elkaar te vergelijken. De Fransen zijn technisch beter. Maar de Zweden zijn atleten die ver zijn gekomen dankzij hun teamgeest. Toch kwamen ze in Luxemburg goed weg. Toen vond ik ons beter dan zij. Maar morgen in eigen huis zijn ze natuurlijk wel favoriet. Zweden en Luxemburg trappen zaterdag om 18 uur af in de Zweedse Friens Arena. Oranje zal in ieder geval hopen dat de Luxemburgers de schade beperkt weten te houden zodat het verschil van 6 in Troes-Aldo met Zweden in de laatste twee wedstrijden nog goed gemaakt kan worden. Nederland speelt zaterdag om 20.45 uur uit tegen Wit-Rusland. Dinsdag volgt het laatste groepsduel voor Oranje, thuis tegen Zweden.